boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we niveau 3, seizoen 3 van FC 25 bekijken. Dit is het eerste seizoen. Het seizoen 3 eigenlijk, wauw. Het is het eerste seizoen, misschien dat zo echt chic kan zijn, we weten het nog niet. In een kwartiertje weten wat het is nu. 8 uur 44 ochtend. Ja, ik is het donderdag. Op donderdag 26.11. 28.11 bedoel ik. Deze video komt op 29.11 online. Dus we gaan letterlijk zien hoe dat het zit met het nieuwe seizoen van FC 25. Ik ben best wel excited ervoor. Dus we zullen zien. Let's fucking go. Oké, boys en girls. Het is 8 uur 59, bijna 9 uur. Dus we gaan ze biedt eens zien wat wij kunnen claimen. Wat we kunnen claimen, wat we kunnen zien in het seizoen. Dus het is bijna het nieuwe seizoen. Seizoen 3 is er bijna. En we gaan eens zien, Sebiet. 9 uur, daar wacht ik op. 9 uur, daar wacht ik op. Ik ben nog geen half uur wakker, dus ja. Het is 9 uur. Ik ben nog geen half uur wakker en het is al 9 uur. Dus, we gaan eens zien. Seizoen 3 zou er moeten zijn. Als Ultimate Team wilt laden natuurlijk. Misschien moet ik het eens opnieuw opstarten. Dus we gaan het eens opnieuw opstarten, Ultimate Team. We gaan EST nog eens opnieuw opstarten, zal ik het zo zeggen. Dus ja, we gaan het eens opnieuw opstarten. Het zal niet goed ingeladen geweest zijn. Let's go. Allee, come on. Seizoen 3 winterkampioenen. Let's go. FC seizoen. Als eerste krijgen we al direct een gebundelde beloning. Dan krijgen we een 4. Een van 4 zeldzame speeltjes 75 plus. Een speeltje item. Wauw. Dan krijgen we een shadow of een jager. 3 keer 78 plus. Geweer al gebundelde beloning. Iets van rangers. Een van twee zouden spelers, zeldzamer gaat spelers, players pick 80 plus. En dan die clubs dingen. Dan boe of model. 6k XP, dan krijgen we 1 van 3, 81 plus. Players pick. Wauw. Dan krijgen we ofwel Cardozo ofwel Piovi. Dan krijg je weer een gebundelde beloning. 1 van 3, 32 plus. En dan ja. Dan krijgen we 1 van 3, 32 plus. Paredes. Gebundelde beloning. 1 van 2, 83 plus. Ja. 1 van 3, 83 plus. 1 van 4, 83 plus. 1 van 5, 83 plus. Quintero. 1 van 2, 34 plus, 1 van 3, 34 plus, 1 van 4, 34 plus, 1 van 5, 34 plus.
Acuna, 1 van 2,35 plus, 1 van 2,35 plus, 1 van 3,35 plus, 1 van 4,35 plus. Ofwel Larsen, ofwel Munoz. Dan denk ik dat ik voor Munoz gegaan. 1 van 5,35 plus, 1 van 3,86 plus, 1 van 4,36 plus, 1 van 2,86 plus. Een evolutie dingen. 3 keer 85 plus Gundogan. Of 3 keer 85 plus ga ik voor Gundogan gaan waarschijnlijk. 5 keer 86 plus. 5 keer 87 plus Konaté. Dan ga ik dan sowieso voor Konaté gaan. Allee, dan moet ik sowieso voor Konaté gaan. En seizoensdoelstellingen. Dat is ook weer al aan dat. Managersdoelstellingen. Let's go. Dit was dus de video. Dit was dus de video. En wat vind ik ervan? Best wel decent eigenlijk. Het is best wel decent. Het nieuwe seizoen is best wel decent met die Gundogan en die Konaté. Dus let's go. Ik zeg jullie guys dinsdag terug bij een nieuwe FC25 video. Ik ga dit jaar geen pack opening doen met Timon hier. Dus ik zeg jullie guys graag dinsdag terug bij een nieuwe FC25 video. Let's fucking go. See!